Afgelopen vrijdag in het parlement tijdens de academische week werd er gesproken over het nieuw burgerlijk wetboek. Notaris Annika Tjenalin had het over het gebruik en misbruik van stichtingen. Het gebruik van stichtingen is zeer divers. Nou, meneer Gangaram Pandeli heeft het daarover al gehad. Toch? En behalve de positieve kanten van stichtingen heb je ook de minder positieve kanten. Je ziet ook het misbruik van stichtingen waarbij er sprake is van corruptie. Toch? Want ik verschuil me achter die stichting, anomie, het is die bestuurder. Witwassen, we zijn onzichtbaar. Schuldeisersbenadeling is gewoon, mensen komen letterlijk bij je op kantoor om te vragen, mevrouw, ik wil die NV oprichten, want ik ga een bedrijf beginnen en als ik een schuld heb. Dus van tevoren begint men eigenlijk al, of ik ga trouwen, maar u weet toch, ik heb ook nog een schatje en ik moet haar ook wat geven. Dus kan ik iets zetten op naam van een stichting, zodat mevrouw niet weet. Het is de dagelijkse praktijk. We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Ja, maar we hebben bezwaar gemaakt tegen het gebruik van het woord schatje. Ik heb nog een andere relatie. Met een meneer of een mevrouw. Relatie met een meneer of een mevrouw, toch? Maar het is precies wat er gebeurt in die samenleving. En hoewel ik zeg van, op sommige momenten gebruik ik het woord schatje inderdaad niet. Maar je staat er versteld van, als je in het notariaat zit, dat er gewoon letterlijk mannen binnenlopen die zeggen, hey, luister nou, teken een testament voor haar, want is ze blij. Want het is een schatje van me. Morgen kan je dat testament veranderen. Dat vrouwen zich daarvan bewust zijn. Dus wanneer ik hier zeg over dat schatje, heb ik het over die soort situaties. Niet over de gewone relaties waar mensen bezig zijn. Het zijn de vragen die we krijgen. Fiscale en sociale fraude. Mensen die gewoon heel bewust zeggen, ik heb vermogen. Dat schatje was dus was een quote. Dus dan mag het. Gaat uw gang. Fiscale en sociale fraude. Mensen die gewoon heel bewust weten, ze komen niet in aanmerking voor bepaalde sociale voorzieningen in het buitenland. Of ze willen gewoon belasting ontduiken. We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Driekwart van die stichtingen is gewoon belasting ontduiken. En laten we het niet anders noemen. En willen we het aanpakken of willen we het niet aanpakken? Want zoals we hier zitten, hoeveel van ons hebben geen stichtingen, specifiek voor onroerend goed, die de Belastingdienst niet weet? Toch? Dus het zijn allemaal zaken van misbruik. De oplossing is niet om stichtingen te verbieden. Toch? Want stichtingen hebben wel een functie. Toch? We hebben stichtingprojecten, we hebben andere stichtingen. Dus om te zeggen, ik ga die stichting verbieden, een stichting mag geen onroerend goed, een stichting mag dit niet, dat is niet de oplossing. De wetgever biedt de mogelijkheid, wie daar behoefte heeft, kan daar gebruik van maken. Als je misbruik wil voorkomen, moet je kijken, kan ik de governance, voor zover het privaatrechtelijk is, regelen in mijn BW? En als er andere zaken zijn die mis zijn, dan moeten we zorgen dat het ministerie van Financiën opstaat, dat de anticorruptiecommissie opstaat, dat het OM, en als het OM zegt van we hebben een andere prioriteit of we hebben de menskracht en als het ware de, qua werkzaamheden moeten we keuzes maken, is er een ander departement vanuit de justitiële autoriteiten die dat op zich kan nemen. Dus je moet gaan reguleren, je moet gaan handhaven en je moet toezicht gaan houden. Voor zover het privaatrechtelijk mogelijk is, zijn er een aantal zaken opgenomen in het nieuwe BW. Er zijn de algemene regels die gelden voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen, ook de stichting. Dus het betekent dat als het nieuwe BW wordt aangenomen, dat er problemen zijn met betrekking tot het tegenstrijdig belang, dat opgepakt is. Als er problemen zijn met doeloverschrijdingen, dat mensen andere dingen doen met die stichting dan waarvoor het bedoeld is, is er een civielrechtelijke regeling. Er is bestuurdersaansprakelijkheid. Als die bestuurder wanbeleid heeft gevoerd en plotseling is verdwenen, kan hij aangesproken worden, zowel intern als extern. Als er komt een administratieplicht. Op dit moment geldt de administratieplicht in Suriname, de expliciete administratieplicht, alleen voor bedrijven. Dat wil zeggen, een stichting zonder commercieel doel heeft geen expliciete administratieplicht. Dat gaat veranderen. Iedere stichting, ongeacht wat je doet, dus ook die onroerend goedstichting, moet die administratie bijhouden. En dat levert dan weer een bijdrage voor de justitiële autoriteiten en voor de fiscale autoriteiten om na te gaan van, meneer, overleg uw administratie, want ik zie dat u onroerend goed heeft gekocht. Kunt u aantonen van waar het komt? En dan kun je ook die corruptie helpen bestrijden. Er komt bestuurdersaansprakelijkheid extern in geval van faillissement. Concernaansprakelijkheid, die zal ik even overslaan.
Thank you.